Herman Hollands, Carlo en Leo met de nieuwe plaat Oh Wat Een Meid. Ja, en wat het allemaal gaat gebeuren, ze zijn onderweg naar een optreden en we gaan er ongetwijfeld nog vaker van horen, Carlo en Leo. En aan tafel nog altijd Sherena. Ja, goed, Sherena, hoeveel singles heb je al uitgebracht dan in je jonge zangcarrière? Drie. Ja, drie in totaal. Wachten op de zomer, alles of niets. En het is voorbij. Dat is de nieuwe plaat. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het is een zomer, dat hebben we gehoord. Alles of niets? Alles of niets. Die heb ik in september 2016 uitgebracht. En dat nummer heeft ook eigenlijk heel goed gedaan. Ja? Ja. En hoe kom je nou op het idee om die plaat uit te brengen en zo'n plaat ook die titel te geven? Alles of niets, die lag eigenlijk al heel lang op de plank. En ik had dus, zoals ik net al vertelde, Hans van Kersteren leren kennen. Die ook Wacht op de Zomer heeft geschreven en heeft ook heeft gecomponeerd. En die heeft hem uiteindelijk weer een nieuw jasje gegeven. En toen, want Alles of Niets lag eigenlijk ook al klaar. Maar ik was er zelf nog niet tevreden over. Mm-hmm. Dus toen heb ik het laten horen aan hem. En toen had hij een nieuw jasje gestoken. En toen dacht ik, ja, dan ga ik hem uitbrengen. Ja. En een clip bij maken. En een clip? Ja. Dat is, ja, zo'n clip, is dat belangrijk? Een clip bij een single? De meeste Nederlandstalige artiesten doen dat wel. En je hoeft niet bij elk liedje een clipje. Tenminste, dat vind ik persoonlijk. Maar dat is ieder voor zich natuurlijk. Maar ik vond het wel leuk om weer een clipje erbij te doen. En zo'n clip, hoe pak je dat dan aan? Heb je dan een gesprek met een locatie? Of kies je een locatie uit? Waar je van denkt, dat ga ik daar doen. Ja, ik kies een locatie uit. En dan ga ik... Ik heb toevallig dan mijn nichtje gevraagd om in het clipje te spelen met Alles of Niets. En haar vriend. Dus dat was wel heel erg leuk en heel gezellig. Mm-hmm. En die hebben het uiteindelijk liedje uitgebeeld. Dus geacteerd. En ik heb het verder dan gezongen. Ja. Ja. En zo'n clip, daar maak je ook een verhaaltje van. Want elke... als je dat bekijkt... Hij is een verhaaltje, dat vertelt het liedje dus. Ja, uiteindelijk wel. En bij mijn liedje was het dus zo met Alles of Niets. Ja, die man die moest dus kiezen tussen haar of die andere. En zij zei van, als je voor die ander kiest, dan ga maar. Maar uiteindelijk komt het goed. Ja. Als je het clipje bekijkt, ja. Ja, dat komt elk liedje, hè? Komt alles ooit goed. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Goed, Sherena, Alles of Niets. Je tweede single was dat? Ja. En ook heel goed gelopen in Nederland? Ja, die heeft sowieso ook goed gelopen. En Alles of Niets was natuurlijk een heel ander nummer dan Wachten op de Zomer. Maar met Alles of Niets vond ik ook wel dat het een nummer kon zijn waar sommigen... Ja, ik hoop niet dat mensen het eigenlijk in kunnen leven. Want ja, de tekst is niet zo heel leuk. Maar ik denk dat menig mensen het wel mee heeft gemaakt. Hoezo niet zo heel leuk? Ja, omdat die man blijkbaar vreemd gaat. Ja, ja. Ja. En dat is altijd een slechte boodschap als je dat thuis krijgt. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, maar Maar goed, je weet nooit wat je allemaal nog in je leven krijgt, hè? Nou, ik heb nou een hele lieve vriend, dus... Hou zo, hè. Hij luistert mee? Nee, nou niet. Nee? Nee, hij is de achtertuin aan het verbouwen, dus... De achtertuin aan het verbouwen? Ja. Oké. Okay. Die is aan de bouwmarkt, ja. Oké, dat moet ook gebeuren, hè? Ja, dat klopt. Goed, en we gaan luisteren naar Alles of Niets van Sherena. Stem mee voor de Nederlandse 100. Mail je stem naar Nederlandse 100@zaterdag-martinet.nl.